In Teuge is vandaag de eerste onbeveiligde spoorwegovergang afgesloten. Dan moeten er nog veel volgen, maar of dat allemaal voor 2023 gaat lukken? Goedenavond. Er stond eigenlijk al een dikke streep door de Donjon in Nijmegen. Toch is er nu weer een initiatief om op de een of andere manier iets te doen met de middeleeuwse toren. En ze werkte al een tijdje met vluchtelingenkinderen in een taalklas. En nu willen twee Duivense leerkrachten ook aan de slag op Lesbos. We kennen dit stukje hier nu. Nu moeten we daar ook een verschil gaan maken. Vanmorgen heeft ProRail de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Woudweg in Teuge afgesloten. Het is een van de vele onbewaakte overwegen die er nog zijn in Gelderland. Veel te gevaarlijk, noemt ProRail die overwegen. En dus wil de spoorbeheerder ze in 2023 allemaal aangepakt hebben. Maar of dat gaat lukken, dat valt te betwijfelen. De gemeente Voorst, waar Teuge onder valt, wil 7 onbewaakte overgangen sluiten de komende jaren. Over een sluiting van een aantal daarvan heerst verdeeldheid. Er was echter geen discussie over de overgang aan de Woudweg. Het is de eerste van 2 onbewaakte overgangen in Teuge die op slot gaat. Ja, eigenlijk wel prettig, omdat het een onveilig spoor was. Omdat er geen signalen waren en geen slagbomen. Dus ja, dan is het wel de beste oplossing. Amper 4 uur heeft het geduurd om deze overgang achter mij met hekken fysiek af te sluiten. Maar heel wat langer heeft het politieke proces geduurd om tot zo'n beslissing te komen om zo'n onbewaakte overgang ook werkelijk af te gaan sluiten. In Gelderland zijn meer dan 50 onbewaakte overgangen. Volgens ProRail vallen er landelijk 2 doden per jaar. In september kwam in Winterswijk een 63-jarige vrouw om het leven. De spoorwegovergang aan de Vreehorstweg stond al langer op de nominatie om op slot te gaan. Nou, dan ga je in overleg met de omwonenden van welke moeten dan gesloten worden, welke moeten overblijven. Wat ook heel belangrijk is, op het moment dat je alles afsluit, dan kan het bijvoorbeeld de hulpdiensten kunnen dan niet meer op ter plekke komen. Afsluiten kost dus tijd en voor het overgrote deel van de Gelderse onbeveiligde overwegen is de toekomst ongewis, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Vanochtend zei de directeur overwegen van ProRail op Radio Gelderland dat het gewenste tempo waarin de overwegen dicht moeten lang niet gehaald wordt. Nou, dat is inderdaad waar. Het blijft voorlopig dus nog wel even goed uitkijken bij het oversteken. Geen sticker meer als u geen reclamefolders wilt, maar juist een sticker als u ze wel wilt. Het Arnhemse stadsbestuur wil volgend jaar de ja-ja-sticker voor op de brievenbus invoeren. Niemand krijgt meer reclame, tenzij u een sticker op uw brievenbus plakt dat u wel folders wilt. Goed plan, vinden sommige Arnhemmers. Nou, goed idee. Dan heb je niet dat je al ongevaart al die brieven of die dingen binnenkrijgt. Ik denk dat heel veel mensen niet die stickers plakken en dat je dan heel veel papierafval krijgt wat niet nodig is. Een prima idee, want dan moet je echt bewust aangeven dat je reclame wil hebben. En nu hebben een heleboel mensen geen sticker nog, maar zitten ook niet op reclame te wachten. En daardoor wordt er in ieder geval minder papier verspild. In Amsterdam heeft de rechter besloten dat het rechtmatig is om de sticker in te voeren. Reden genoeg voor de gemeente Arnhem en eerder ook al Nijmegen om het plan ook hier in te voeren. Volgens de Partij voor de Dieren in Arnhem, die het voorstel daar indiende, zijn de voordelen die het oplevert enorm. Dat gaat niet over van 10% minder of 20% minder, maar dat is gewoon meer dan halveren van de hoeveelheid reclamedrukwerk die verspreid wordt en weer opgehaald moet worden en verwerkt moet worden. Wanneer het plan van kracht gaat is nog niet bekend. Op dit moment wordt het uitgewerkt door de gemeentes. En daar moet goed over nagedacht worden, want het zorgt bij de mensen op straat nog wel voor verwarring. Of een gedeeltelijk nee ja, dan is dat voldoende. En dan moet er niet weer een extra weer komen, want dan verwerk je wel verwarring. Want dan zie je allemaal andere stickers. Want die oude stickers halen ze heus niet van de deur af, hoor. Ik ga ervan uit dat wat we nu hebben ja-nee in stand houdt. Dus dat we wel gewoon de Arnhemse Courier krijgen, maar geen reclame. Dus dat die ook gewoon netjes nagekeken wordt dat daar nee staat voor de reclame. Een zwaargewonde man is aangehouden in het Radboud UMC in Nijmegen. Hij is vermoedelijk gewond geraakt bij een brand in een drugslaboratorium in het Limburgse Weert. Dat meldt de politie.
In een loods in Weert vond een explosie plaats waarna de brand uitbrak. Nadat de hulpdiensten ter plekke kwamen, bleek dat het vermoedelijk om een drugslab ging. De politie gaat ervan uit dat drie betrokkenen met een busje naar het ziekenhuis in Nijmegen zijn gereden om de zwaargewonde man te laten behandelen. Er werd hier ook een tweede man aangehouden en een derde persoon werd buiten het ziekenhuis aangehouden. In het busje zaten spullen die kunnen worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs. De spoedeisende hulp is extra bewaakt, maar bleef wel gewoon open. Zie het als een soort Sinterklaascadeau of een vervroegd kerstcadeau. Nijmegen krijgt toch zijn donjon. Tenminste, als het aan een Nijmeegse ontwerper en een lokale politicus ligt. Precies een jaar geleden werd het plan voor herbouw van de middeleeuwse toren afgeschoten. Maar de bedenkers van het plan willen dat er toch op de een of andere manier een herinnering komt aan het rijke Nijmeegse verleden. In dit park moet die donjon komen. Tot 1796 bepaalde de donjon voor een belangrijk deel het aanzicht van Nijmegen. Bij de viering van 2000 jaar Nijmegen in 2005 stond er een tijdelijke toren. Toen die er tijdelijk heeft gestaan, zag je dat er 100.000 mensen die toren beklommen hebben. En in 2006 stemde een meerderheid van de Nijmegenaren voor een permanente terugkeer van de donjon. GroenLinks zag dat nooit zitten en noemde het plan zelfs een luchtkasteel. Na 12 jaar bleek het plan inderdaad te duur en trok GroenLinks-wethouder Vergunst vorig jaar de stekker eruit. Wat we in ieder geval niet gaan doen, is een donjon bouwen. Daar hebben we vorig jaar definitief afscheid van genomen. Voor zo'n stenen donjon moet je namelijk flink diep de grond in, waarvoor eerst kostbaar archeologisch onderzoek nodig is. Maar daarmee zijn de mogelijkheden niet op. Ja, wat ons betreft staat ook helemaal niet vast dat het een fysieke toren, zeg maar, een fysiek gebouw zou moeten zijn. Maar je kan ook denken aan een tijdelijke variant of denken aan een donjon van licht, een hologram. En daar heeft wethouder Vergunst wel oren naar. Initiatieven om de geschiedenis van Nijmegen, en Nijmegen heeft een hele lange geschiedenis, om die te visualiseren, dan gaan we zeker mee aan de slag. Paul Eigenhuizen wil opnieuw een referendum houden om de donjon te laten terugkeren in het Nijmeegse panorama. Het hoort bij Nijmegen, het straalt iets uit, het heeft een toeristische uitstraling. Volgens mij halen we daar geld mee binnen, het past in dit park. Je kunt er nu al bijna niet meer omheen. Kerstbomen, ze worden op dit moment al op heel veel plaatsen aangeboden. Wat doen die hekken toch op de hei? Dat vragen veel wandelaars in de natuur rond Radio Kootwijk zich misschien wel eens af. Zo'n 1400 vierkante meter is daar al tijden afgezet. De afzettingen staan er vanwege asbest in de grond. En wie wil wandelen nabij de Turfweg, die moet eerst langs deze hekken. Staatsbosbeheer is er verantwoordelijk voor en moet het opruimen. Maar tijd en vooral ook geld zorgen ervoor dat het stukje grond omsloten moet blijven met hekken. Want het asbest kan gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Wanneer het wel wordt opgeruimd, dat is nog onduidelijk. De politie heeft twee hennepkwekerijen opgerold in een woonwijk in Elst. Daarbij is ook iemand aangehouden. In Bemmel werd een plantage gevonden op een bedrijventerrein en daar werd ook iemand aangehouden. Of er een link is tussen de plantages, dat is nog niet duidelijk. En hier, aan de Vondellaan in Arnhem, werd niet een plantage gevonden, maar wel het afval ervan. De politie laat weten dat het zo goed als zeker om hennepafval gaat. De politie zoekt nog getuigen van de dumping. Oud-Graafschap-trainer Pim Verbeek is overleden. Dat meldt een andere voormalige club van hem, Sparta Rotterdam. Pim Verbeek, hier op het veld van FC Wageningen, was trainer bij de Superboeren van 1987 tot 1989. In het seizoen 91-92 was hij coach van FC Wageningen. Verbeek ging later naar het buitenland. Hij was coach van Marokko en bij Australië volgde hij Guus Hiddink op. Verbeek was al enige tijd ziek. Hij is 63 jaar geworden. Jaren werk en 20 miljoen euro verder kan het ruim 100 jaar oude concertgebouw de Vereniging in Nijmegen weer even vooruit. Het Rijksmonument was hard toe aan een enorme opknapbeurt, zoals straks ook de bedoeling is met de Schouwburg aan de overzijde van het Keizer Karelplein. Zaterdag dan wordt de gedane arbeid feestelijk getoond aan het publiek. Het meer dan 100 jaar oude concertgebouw was in de loop der jaren behoorlijk wat geweld aangedaan. Dit was allemaal weg. Hier was gewoon een toren ingebouwd met een lift erin.
Ik noem het vaak de schrootjesperiode, want we hebben hier honderden meters schrootjeswanden, plafonds en alles weggehaald. In die tijd lagere plafonds, dat hoge vond men niks. En toen we dat weg gingen halen, kwam het allemaal weer tevoorschijn. Er is niet alleen gerestaureerd, maar ook nieuw gebouwd. Zoals bijvoorbeeld een ruimere foyer voor de artiesten. Zij zaten voorheen in de kelder, in een artiestenfoyer, met een klein barretje, geen daglicht. En nu hebben we dit. Veel Nijmegenaren voelen liefde voor het markante gebouw aan het Keizer Karelplein. Zo kijkt de moeder van Leon, die er als meisje uitging om te dansen, over de schouder van haar zoon mee of hij de verbouwing wel goed doet. Ik word nauwlettend gevolgd en met het vingertje terechtgewezen als dingen. Het moet echt mooi worden van me, want het is haar trots. 20 miljoen euro is er de afgelopen jaren aan gespendeerd. Een renovatie kost geld, maar het gebouw is een rijksmonument, dus we hebben heel zorgvuldig te werk moeten gaan. De indruk kan ontstaan dat zo'n statig en chic gebouw alleen voor hele deftige mensen is. Ja, dat risico lopen we, maar dat is absoluut niet het geval. We hebben een prachtige concertzaal met een fantastische akoestiek. Maar daarnaast hebben we ook gewoon het hofbal met de carnaval. Omdat ze al een tijd met vluchtelingenkinderen werken in de taalklas in Duiven, willen twee leerkrachten nu ook echt iets doen op de plaats waar veel vluchtelingen Europa binnenkomen. En daarom gaan ze morgen voor een week naar Lesbos om daar de handen uit de mouwen te steken. Sally, waar zie jij 1? Heel goed, daar is 1. Oetban, waar zie jij 6? Het is een groep kinderen die naar Nederland komen. Sommige kinderen hebben al wat langer in een AZC gezeten. Anderen komen via een gezinshereniging binnen en komen dan eigenlijk vers in de taalklas om Nederlands te leren. Het werk dat Leonie en haar collega Jante in de taalklas doen, is erg intensief. En de aanpak en achtergrond verschilt per kind. Wij gaan op huisbezoek als kinderen bij ons komen. En vanuit daar komen al die achtergrondverhalen, de verhalen over wat ze hebben meegemaakt tijdens de reis. Heel lang neem je dat tot je en ben je er voor deze kinderen en deze gezinnen. Totdat er een item voorbij kwam en onafhankelijk van elkaar werden we door een bericht geraakt. En hadden we eigenlijk tegelijk iets van, hey, daar moeten we iets mee doen. Tel eens goed. Ik heb er 3. En dat wordt dus vluchtelingen helpen op het Griekse eiland Lesbos. Een actieweek op school heeft naast ruim 1200 euro heel veel opgeleverd wat de dames mee kunnen nemen. Ja, het is gewoon zo hartverwarmend hoe mensen meedenken. Er komen mensen met tassen vol en ja, is prachtig. Schoenen en kleding, broek, een sok, jas. Gaan ze mensen helpen? Ja. Inmiddels kennen alle kinderen deze gezinnen. Je leeft daarin met elkaar mee en dat brengt het dichtbij. En ik denk ook dat dat gemaakt heeft dat wij ook voelden van, hey, we kennen dit stukje hier nu. Nu moeten we daar ook een verschil gaan maken. Of u er nu aan toe bent of niet, de kerstverkoop bij de tuincentra begint steeds eerder. Ook kerstbomenkwekers merken dat de verkoop van kerstbomen eerder op gang komt. En de keuze is reuze. Noordman, Fijnspar, Blauwspar of de Fraserie. Kerstbomenkwekers geloven in de opmars van die Fraserie. Ook in Wilp. Nou, hier heb je nou een potgekweekte Fraserie. Moet je kijken hoeveel haarwortels die je al hebt. Nou, deze gaat het gewoon in de toekomst goed doen. Kerstbomen zijn door de droogte van de afgelopen jaren minder hard gegroeid, stelt de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers. Daarom gelooft kerstbomenkweker Gert uit Wilp in de Fraserie. En die kan echt goed tegen de extreme temperaturen van de afgelopen jaren. Zo ziet de kerstboom er naar een paar jaar uit. De Fraserie, de parel onder de kerstbomen. Dat wordt tenminste een concurrent van de Noordmannen. Deze boom is wat opener, kun je iets mooier versieren. En dat is ook wel een pluspunt. Niet iedereen kiest er nu al voor. Ik heb een kleine Noordman gekocht. 2 weken terug al, dan zou je zeggen, wat is dat vroeg. Maar ik vind het gewoon heel erg gezellig. Waarom starten mensen nu al met de koop van een kerstboom, denkt u? Nou, die discussie van die Zwarte Pieten, daar vinden de mensen wel, we zijn er wel een beetje, meer klaar mee. En ja, dan gaan ze toch over eerder om een kerstboom te halen. Maar ja, dan moet ik daar als kweker op inspelen om een boom te kweken die eigenlijk niet veel naald uitvalt. Ja, en dan kom je toch op een Noordman, de Fraserie, terecht.
Volgens LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten heeft het een andere reden dat de kerstbomenverkoop steeds eerder in het jaar begint. Vroeger deden mensen nog aan najaarsbeplanting. En nu richten de tuincentra zich eerder op kerst. Dus zijn de kerstbomen al te koop. Gaan we naar Wageningen voor het weer met Jordi Bloem. Wat een regen vandaag, hè? Daarom ook die drukke ochtendspits. Op sommige plaatsen, waaronder in Apeldoorn, viel meer dan 20 mm regen. Oftewel, meer dan 20 liter water per vierkante meter. De grijze luchten maken plaats voor opklaringen. Morgen ziet het weer er anders uit dan vandaag. De regenstoring, gekoppeld aan een lage drukgebied, trekt verder naar het zuidoosten weg. Naar het noorden kijkende op de Noordzee zien we weer opklaringen klaar liggen. En die zijn voor morgen. Ook bij ons in de provincie gaan we de zon weer te zien krijgen. Mooie zonnige periode morgen. Maar voorlopig is er veel bewolking. Komende nacht dan klaart het wel op geleidelijk vanuit het noorden. En de temperaturen dalen naar 2 of 3 graden met plaatselijk vorst aan de grond. De wind gaat behoorlijk afnemen. Rustig weer dus. En ook morgen niet veel wind in Gelderland. Meestal matig uit west-noordwest. Het wordt 8 graden met dus ja, zonnige momenten. Heel aardig weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Ik denk dat het ook overal droog blijft. Ook een droog weekend staat ons te wachten. Het wordt kouder in de nachten. Lichte vorst. Het kan rond de min 3 graden worden. Zaterdag flink wat ruimte voor de zon. Middagtemperatuur 8 graden, weinig wind door een hoge drukgebied. En dan 's avonds of in de nacht naar zondag is mist mogelijk. Gaat waarschijnlijk overdag over in heel veel laaghangende bewolking. En na die koude nacht wordt het 's middags hooguit 3 of 4 graden. De koudste dag van deze reeks. Maandag en dinsdag is er weer ruimte voor de zon. 'S Nachts blijft het nog vrij koud. Minimumtemperaturen zo rond het vriespunt. Middagtemperaturen dan 6 of 7 graden. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site onder meer een verhaal over een man in Latum die deze week zijn vader heeft neergestoken met een samurai-zwaard. De vader heeft de steekpartij overleefd. U leest het verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.